Ja, landschap is iets fundamenteels. We leven op deze wereld en dat is je achtergrond. Ik weet het niet precies waarom. Het boeit me altijd, bomen maar, vooral landschappen die nog organisch zijn en niet op een tekentafel bedacht zijn. Je kan daardoor ook het landschap herkennen als je ook in Spanje bent of waar dan ook, binnenland. Maar waar het nog logisch ontstaan is, een landschap, al naar behoefte en zo. Er is wel in gehannest enzovoort. Maar dat is eruit te lezen. En dat is begrijpelijk. En dat boeit je ook, want daar zit geschiedenis in. Of, nou.